Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Sam zitten. Het is tweede kerstdag en we zitten lekker op de bank. We gaan lekker op de bank eten. Liam en Sam hebben lekker een heel bord vol met van alles. Jordi heeft dat ook. En wij zelf hebben broodjes met salade. Dus ja, we gaan lekker smullen. Niels die is met Liam en Sam naar zijn moeder toe. En Joef, hou er mee op. Jordi is thuis bij mij. Die is een beetje aan het... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Aan het ontstressen, onthaasten. Hoe je het ook wil noemen. Ik ben ondertussen de keuken aan het doen en hier aan het opruimen en nou, ik ga zo maar door. Zodat het in ieder geval weer een beetje te doen is. En ik ben gewoon alles aan het opruimen enzovoorts van de kerst. Moet ook gewoon gebeuren. Ik denk dat ik vanavond wel al mijn kerstboom opruim en dan denken jullie misschien, ah zonde. Nou ja, ik moet gewoon meer ruimte hebben. Hij staat in de weg, in mijn hoofd. Dus dat. Dus dat denk ik dat gaat gebeuren. Ja, we gaan wel zien hoe het allemaal verder loopt. Zitten jullie lekker een worstenbroodje te eten bij oma? Ja, want het is kerst, hè? Njam, 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 njam. De keuken is inmiddels weer opgeruimd. En... Papa is thuis. Liam ligt te slapen. Sam die is wakker. En papa en Jordi gaan daar even naar de winkel, want ik moet melk hebben. Ik heb net te weinig ingeslagen. Dus ja, ik had ingecalculeerd dan voor morgen. Maar ik denk dat dat wat kiele is voor morgenochtend. Dus ik ga nog even verder opruimen, rommelen en doen. Maar de keuken is in ieder geval weer toonbaar. Jordi, wat ben je aan het doen? Zeg maar knuffelen met mama. Een kusje geven? Wil een kusje geven? Nee, geen kusje. Maar wel knuffelen. Wel knuffelen? Gaan we wel knuffelen? Je zit te lachen. Dan ging ik toch knuffelen? Je wou mama toch knuffelen? 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 Wat je knuffelen? Oh, ik kreeg nog wel een kus. Ja. Ja, lekker knuffelen, hè? Ja. Ja, je neus, er komt dus nat uit. En je oren is ook weer vies. Ja. Ja. Papa, hè? Oh, we zien daar. Oh nee, toch niet. Ik denk hij ziet de tablet, maar dat was niet. Vind je het leuk wat mama doet? Lekker wiebelen. Wiebel, 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 wiebel. Kusje. Kusje. Geen kusje? Oh. Mag wel zo doen, hè? Zo. Nee, jij wil iets anders, hè? Wat gaan we doen dan? Gaan we klappen? Gaan we klappen? Goed zo! Klappen in de handjes. Klein, klein, klein. Op Jordi's een... Poetje! Allebei, handjes in de hoogte, handjes in Jordi's hand. Niet wel. Zo, vaart onze Jordi voorbij. Yay! En Sam doet ook klappen. Klappes in de handjes.
We zijn nog lekker in de chill modus. Doet hij het niet, Jordi? En ik ben wel een beetje met wassen enzovoorts bezig, maar we gaan gewoon lekker chill blijven. Daarom is er ook nog geen ups en downs online. Die had ik wel willen uploaden, maar gewoon omdat ik met zoveel dingen tegelijk bezig ben, zoals chillen, ja, is het er gewoon niet van gekomen. En nou ga ik eten maken. Mijn ovenschaal was geklapt in de oven, waardoor dat we hamburgers zijn gaan eten met frietjes en nog wat groenten. En we hadden ook nog een toetje, maar die is nieuws. We hebben al ons toetje op, hè, Liam. Maar mama had ook nog kerstjes. En kerstjes vindt Liam heel lekker. Dus, meen je niet meer? Meen je niet meer? Oh ja, toch wel. Dus we zitten lekker kerstjes te smakkelen. Lekker. Dus we hebben dadelijk een heel eind van ons diner, is het allemaal op. En ja, mijn ovenschaal is een gruzelement, dus dat hebben we niet meer gegeten. Maar we hebben wel lekker nog gegeten, hè? Het was wel lekker. Toch, papa? Ja. En dan is het straks alweer tijd om de kindjes te doen en hier even de boel weer te doen. Kindjes op bed. En we hebben een project vanavond. Ja, je hebt een project vanavond. Ik heb een project vanavond, maar Niels moet de doos weer naar boven brengen. Dit laat ik allemaal nog staan. Dat doe ik volgende week ergens een keer. Maar Niels gaat weg. En waarom? Ik ben wel klaar met het gepluk uit die boom. En met waarschuwen. Heb geen zin meer in. Dus hij gaat vanavond nog weg. En toen was hij weg. Jee, ja, de rest heb ik dan nog wel staan. Maar geen kerstboom meer. Nu gaan we stofzuigen en dweilen. En dan bank hangen. Baasje en vrouwtje hebben alles opgeruimd, hè, joh. Ja, het is een beetje leeg zo, volgens de baasje. Mijn vrouwtje vindt het wel prima. Nou liggen we lekker op de bank. Lekker koelen. Lekker chillen met de billen. Ja. Ja, het is goed zo. Nee, hallo. Je hoeft niet daarna aan je poes te gaan labberen. Maar goed, dat dus. Ja, het is goed zo. Ik hoef geen gelabber meer te hebben nou. Dus ja. We hebben alles weer netjes. Thank God. En iets meer ruimte zo. Een hele goede morgen. De Bambix Band is hier. Jordi is al een fysio geweest, maar die is uitgekleed omdat hij iets kreeg wat zonde was. Hij had namelijk dit aan en hij kreeg fruit wat vlekken veroorzaakt. Dus nope, niet doen. Ik ga heel even naar de winkel. Ik moet even een aantal dingetjes hebben. En dan kom ik weer thuis en dan weer thuis af. Niels, wat gaan we eten? Tosti. Yes. Kindje hebben al tosti gegeten, maar ik ga de tosti bouwen voor mij en Niels. We gaan gewoon even kijken hoe dat daar gaat werken, want ik ga het brood zelf snijden. Tosti van Niels. Twee pakken brood natuurlijk. Italiaanse kruiden. Een beetje weinig. Iets meer Italiaanse kruiden. Tada. En dan hebben we boeren met worst. En die leg je er dus zo op. Dekseltje erop. Tada. En dan kun je bakken. Je kan hier nog ook nog boter, maar Niels moet allemaal niet. En als je het dan gebakken hebt, ziet het er zo uit. En dan snij je hem door de helft. Oké, deze combinatie vind ik niet lekker, maar lekker. Als ik het om mijn combinatie doe, die doe ik dadelijk ook nog wel even. Oké, mijn combinatie, kaas, een beetje champignon en ham. En dan de Italiaanse kruiden. Dat is zo lekker, hè. Smakelijk. Dan klaar is, die van mij dan, ziet het er zo uit. Nam, 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 nam. Niels, hoe smaakt het voor jou? Lekker. Ja, is het lekker? Mm-hmm. Mooi.
Gisteravond was Liam ineens heel verrekkend stil. Ja. Ik had hier allemaal kleren hangen. Die is er allemaal uitgetrokken. En hij ligt hier allemaal. Laat ik het maar eens even gaan opruimen dan. Ik ga het gewoon compleet anders doen. Ja, dat ga ik doen. Oh, en wat laat ik jullie na afloop zien. Want anders dan verander ik het daar weer en dan... Ja, prima. Ik ga het anders doen. Tot zo. Oké, het lijkt een rommeltje, maar dat is het niet. Het is allemaal gewoon netjes. Ik heb heel veel nou opgehangen. Er kan niks meer bij. Dat kon er niet meer bij. Maar ik heb zoveel shirts, et cetera. Dus wat ik ga doen, is... Ik ga gewoon elke dag een ander shirt pakken. En ik ga gewoon eens kijken. Vind ik de kinderen dit staan? Vind ik het niet? Want ze hebben in principe qua romp sowieso dezelfde maat. Dus ja, ik ga gewoon eens kijken van bij welk kind vind ik het wel niet staan. Vind ik het niet staan, gaat het gewoon weg. Ze hebben zoveel kleding en ze zitten gewoon echt bijna op dezelfde maat. Dus ja, het enige verschil is dat Liam echt dunne beentjes heeft en Sam echt dikke papbeentjes heeft. Kan nog wel veranderen natuurlijk in de toekomst. Maar dat is het enige verschil. Dus daar ga ik gewoon heel eventjes naar kijken. Ook met de broeken ga ik hetzelfde doen. Want Liam die had laatst al die maatje 92 aan. Maar omdat hij van die dunne spillenbeentjes heeft. Ja, past hij het ook gewoon aan. Dus ja. Ik ga nu even de rest van deze bende opruimen. Want meneer is goed bezig geweest. Dus ja, ga ik even doen. En dan... gaan we daar, ik denk, weer aan het eten beginnen. Een hele goede morgen. Wij zijn aan de wandel. Goedemorgen. Wij zijn aan de wandel. We gaan naar de stad. Want onze eigen schele Nelis heeft een nieuwe bril nodig. En hij moet ze ook even laten testen. Ik weet ook niet welke sterkte hij heeft, maar het is in ieder geval min zoveel. Jordi heeft het niet van een vreemde. Jee, we zijn weer thuis. En laten we een shopblog doen of zo. Iets in die richting. We zijn naar een aantal winkels geweest. We hebben sowieso een bril van Niels uitgezocht. Want ja, hè, had gewoon een bril nodig. Die bril gaan jullie over een week zien of zo. Want dan gaat hij hem ophalen. Dus daar moeten jullie nog heel even over wachten. Opwachten. Maar jullie hebben sowieso dat er in ieder geval iets dat er gaat komen. Een bril. Een nieuwe bril voor Niel. Take nummer 176. We zijn bij een Japans winkeltje geweest. Daar heb ik onder andere deze gekocht. Kindje van een vriendin van ons is helemaal gek van pingwings. En we zagen deze. Dus ik bel daarop. Ik zeg, moet je die hebben? Zegt ze, oh die is leuk vrienden. Nou, hè. Dus die hebben we. Ze noemt ze pennies of kwakies. Zij is ook vrij ernstig glutenallergie patiënt. En zij heeft een tas met allemaal dingetjes die schoon zijn. Waar geen gluten bij in de buurt mogen komen. Dus dit is een besteksetje. Dat is handig. Even kijken wat nog meer uit die winkel. We moeten even kijken hoor. Zij heeft ook nog vier zoons, maar de oudste is 18 en ja, die doet er allemaal niet zoveel mee. Drink om te proeven had ze in een Japans winkeltje. Ik denk, nou, hè, daar zullen ze vast leuk vinden. Dus dat hebben we. Ik heb een bento box voor mezelf. Die vond ik echt leuk. Ik hou ervan om rare dingetjes te maken. Toen ben ik nog eventjes bij de Jamin geweest. Ik zeg van, ik moet glutenvrije snoep hebben. Ze zeiden dat dit glutenvrij was. Met de gedachte van, hè, als die broers dit hebben, dan mag hun zusje dit ook gewoon proeven. Dus dat is dan niet zo'n probleem. Dus gedachte daarop. Niet dat we altijd iets voor elkaar kopen, maar het is gewoon voor de leuk. Gewoon voor de leuk.
dat was het. Toen ben ik nog bij de Zeeman geweest. En bij de Zeeman hadden ze deze. Dochter van een vriendin van ons heeft voor kerst een HEMA-steentje gekregen. Doordat ze glutenvrije HEMA kon maken. Nou, er is niks glutenvrijers als fruit. Dus met dit handige dingetje. Ik denk, ja, dat is wel leuk voor de wei. Voor mijn eigen kindjes heb ik deze. Voor in een keukentje. En ik zag een shirt voor Niels. Leuk. Heb ik ook gekocht. Dan zijn we ook nog naar de Vibra geweest. En bij de Vibra heb ik deze. We houden nog wel eens van een keer snacken. En als je dan niet alles opeet, kun je het gewoon hoppakee erin doen. Of als we een keer een verjaardag of zo hebben, kan ik ook deze doen. Dit had ik allemaal nog niet. Ook trommeltjes. Is makkelijk voor de kindjes. Voor spulletjes in te doen. Voor mezelf. Wat had ik nog meer? Ik heb Scrub Mommy, Scrub Daddy. Ik denk ik moet ze toch een keer uitproberen. Dat is zo'n heel hype op TikTok. Ik heb ook zo'n ding erbij. Dus die heb ik ook. En ik heb de Pink Stuff Miracle Purpose Cleaner Shizzle. En voor de badkamer ook om te proberen. Ik heb die pasta. En die pasta werkt echt. Dus we gaan het gewoon weer proberen. Dan had ik voor, even kijken, voor Jordi had ik nog een leuke trui gevonden. Met als gedachte van, hè, dadelijk als Liam wat groter is, Sam wat groter is, kunnen ze dit ook aan. Daar koop ik eigenlijk altijd wel de kleren op. En ik had dadelijk een tussenjas voor alle drie die jongens gekocht. Dadelijk rond maart, april wordt het weer iets warmer, is de winterjas eigenlijk te warm. Dus hebben ze meestal zo'n softshell jas, dat is wel fijn. Die had ik in de sale gekocht. Nog zo eentje. En dan had ik ook nog een blauwe. Want ze hadden niet meer dezelfde kleur in die. Dus altijd makkelijk. En dan had ik ook voor Niels. Had ik, die houdt altijd van effe shirtjes. Dus er zijn er twee. Vraag ik aan een vriendin van mij of ze er even iets moois op maakt. Heeft in ieder geval weer twee. In totaal drie shirts erbij. Voor Liam zag ik deze. Ik vond deze gewoon geweldig. Een hemdje of een shirt, t-shirt eronder. En klaar. We zijn ook nog bij de HEMA geweest. En daar heb ik iets voor mezelf gevonden. Ik hou echt serieus van houthakkersbloesjes. Zou je niet zeggen, maar ik hou er echt van. En ik heb er wel eentje, maar die is meer voor de richting lente. Deze is echt voor de winter. Dus die kan ik binnenkort een keer met een spijkerbroek dragen. Leuk, leuk, leuk. En dan heb ik ook nog een heel lange trui voor met de legging. Ook lekker. En ik had voor mezelf ook nog deze gekocht. Deze. Die vond ik ook leuk. Ik hou wel van dat soort truien. En dan heb ik ook nog voor... Oh, er zitten allemaal glitters op. Die zaten nog in de tas. Heb ik ook voor alle drie de mannetjes hetzelfde trui gekocht in de sale. Dus ja, en toen ben ik nog even naar de Bakker Bart gerend. Want we moeten natuurlijk ook eten. Dus ik heb twee broodjes zalm gekocht voor mij en Niels. En voor de jongens heb ik kaasstengels gekocht. Dus dat was mijn shoplog. Kort maar krachtig. Oh ja, en dan nog drinken erbij. Dus dat was het. Niels die is heel eventjes naar mensen hier uit de straat met Liam en Sam. En Jordi die is lekker bij mama thuis. Die is lekker tv aan het kijken. En mama is lekker, ja, lekker. Gewoon aan het opruimen enzovoort. Zodat alles straks weer klaar is. Dat. Jordi werd een beetje gek van de kinderen. En Niels die wilde heel eventjes de deur uit. Ik zeg, nou, ik moet je doen. Lekker rustig. Zo. Ik heb hier alles opgeruimd. Samen met Niels. Ik heb wel heel veel had ik al gedaan voordat hij thuis kwam. Maar hij heeft nog even opgeruimd. Ik heb stoffen gedweld. Ik heb gedoucht. Ik ben weer fris en fruitig. Kindje wil niet slapen. Nou, kan. Prima. Dus ja, dat. Het is zoals het is.
We gaan even kijken hoe de avond loopt. Maar eigenlijk ben ik gewoon van plan om lekker op de bank te gaan zitten. Heerlijk. Een hele goede morgen. Ik voel me zoals ik eruit zie. Mag. Nielsie is heel eventjes naar de prenatal. En dan denk je, hè, prenatal. Nou, we hebben een buggy. Maar die heeft buiten gestaan. En daar zit weer in. En ik krijg het niet meer schoon. En is een actie voor een andere buggy. Want ja, hè, met Sam hebben we die gewoon nog af en toe nodig. Dus ik zei tegen Niels, ga die maar halen. Daar zitten we de komende 2 jaar toch nog wel mee. Deze buggy is al 4 jaar oud. Is gewoon vies, goor. Dus die is hij nu halen. Liam is zo verrekte vervelend. Ik moet fruit maken. Maar doordat hij zo doet en is, lukt dat dus niet. Hey! Hij heeft iets nieuws. Hij wil hond spelen. Hij gaat bijten. Maar goed, dat. Jordi, daar zijn we mee bezig met zijn poeperij. We zijn zijn medicatie anders op een ander tijdstip aan het geven. En we moeten zeggen dat we dat op zich ook wel fijn en prima vinden. Maar dat is afwachten hoe dat het loopt. Liam, je bent echt stondvervelend. Dus daar zijn we ook mee bezig. Om 11 uur moeten de Bambix-bende en de hoofd van de Bambix-bende, Niels, die moet naar de kapper. Ook dat moet gebeuren. Ik moet eigenlijk ook naar de kapper, maar ik wil het nog even laten groeien. Dat er even een fatsoenlijk kapsel dadelijk ingeplant kan worden. Liam, echt serieus, je moet stoppen. Dus ja, dat. Juist. We zijn naar de kapper geweest. Jordi, Liam. En zijn geknipt. Niels is nu, wordt nu geknipt. Ik ben even tosties voor de jongens aan het maken. Kunnen ze eten. Dan gaat Niels ze in de douche doen. En dan is het alweer tijd om te relaxen even voor ze. En ja, we gaan zien wat het schip zal. We moeten ook nog naar de winkel. Ik ben ondertussen van alles aan het doen. Maar ja, hè, je weet hoe dat werkt met een vakantie. Je hebt nooit genoeg tijd. Ik heb al even niet meer gevlogd. En waarom niet? Ik ben continu dit bezig geweest. Ik ga morgen namelijk een dag weg. En daar heb ik spullen voor nodig gehad. Wat ik klaar moest zetten, et cetera. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb was gedaan. Ik heb kinderen geweest. Ik heb verder niet veel gevlogd. Maar nu is het wel tijd voor de kindjes om zo naar bed te gaan. Sam heeft al een flesje gehad. Hij heeft zijn hoofd ergens gestoten. Daardoor heeft hij last. Maar dan ben je zo zielig. Liam is ook. Ja, ben je ook klaar met de fles? Oké. Okay. Ze zijn allemaal naar de kapper geweest, dus volgens mij had ik daar wel al gevlogd. Ze zijn allemaal weer knap, schoon en aan douche en alles geweest, dus ze zijn allemaal weer klaar. Jordi die gaat ook zo naar bed en dan gaan we hier even opruimen en zorgen dat het de boel weer netjes is en klaar is. Ja. Dan zien we wel weer verder. Oh, en ik ben gekrapt door Joef. Dus. We gaan wel zien hoe het weer loopt. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.